Ongeveer 2000 hectare paddy kan niet geoogst worden in ons rijstdistrict Nikeri. Paddyboeren lijden hierdoor verlies. U hoort people-correspondent in Nikeri, Monus Nasser Ali, met de details. De paddyboeren van Nikeri zijn letterlijk met hun handen in hun haren. Ruim 2000 hectare paddy die al rijp klaar is, moet nog geoogst worden. Maar regen is de spelbreker in deze. Gesproken met de voorzitter van de Surinaamse paddyboerorganisatie, de heer Oemrouw, en hij zegt: het is de schuld van de overheid dat de paddyboeren vandaag met hun handen in hun haren zitten. Waarom de schuld van de overheid? Want hij zegt, maanden terug heeft de overheid niet adequaat water kunnen geven aan de paddyboeren. De afvoerkanalen zijn niet optimaal opgehaald. Vandaar dat eigenlijk de paddyboeren buiten schema zijn. Vele landbouwers in de gebieden Middenstandspolder en Wageningen moeten nog oosten. Alle wegen bestaan uit zijn kleiwegen. De paddy moet met extra bulk en extra inzet van tractoren worden afgevoerd. En dat heeft een meerkosten van om en bij 9 SRD per bal paddy. Nu krijgen de boeren nu gemiddelde 85 tot 90 SRD per bal paddy. Dat betekent voor de landbouwers verlies laten. De kostprijscalculatie is 118 SRD per bal paddy. Dus een letterlijke verliespost voor de landbouwers. Aan de ene kant moet